Hans en Nienke Nijboer is het haast niet te beseffen. Maar het Hansjaar is bijna ten einde. Het voelt nog niet alsof het klaar is. Ook omdat we dit natuurlijk nog hebben, straks 9 dagen lang. Dus ik denk straks het nieuwe jaar dat dat echt voelt als het is voorbij. Maar helemaal voorbij is het nog niet. Want eerst wordt vanavond Kleur de Hansen geopend. Dit spectaculaire lichtfestival is het feestelijke slotstuk van Hansjaar 2023. 1000 kunstwerken van inwoners en bezoekers worden geprojecteerd op historische gebouwen. Maar eerst verzorgt Studio Wonder de aftrap. Wij hebben ook alle vormgeving gedaan voor het hele jaar, voor het Hansenjaar. En Jonathan, de jongen die draait, die heeft de muziek gemaakt. En we hebben straks 1 minuut een leuke opening. En daarna hebben de jongens van Mr. Beam, ja, die hebben allemaal hele leuke kleurplaten gemaakt die op de wagen straks getoond worden. En dat zal nog 2 weken lang mooi te zien zijn. We gaan straks Kleur de Hansen zien, dat zijn 9 steden. En straks zie je allerlei kleurplaten. Die hebben allerlei mensen de afgelopen weken ingekleurd. En die worden straks allemaal geprojecteerd. Maar wel een mooie mix van kindertekeningen tot aan heel professioneel. Wat voor kleuren vond je belangrijk om te gebruiken? Nou, vooral verschillende kleuren, zoals groen, blauw, paars, roze en geel heb ik heel veel gebruikt. Oké. Okay. Ja. En ook wel een beetje glitter. Jij hebt echt glitter gebruikt? Ja. Is die van jou het mooist? Vind ik wel.